Hallo, welkom in een nieuwe video. Ik voel en merk dat er heel veel gaande is in de energieën en ik was eigenlijk nieuwsgierig naar wat er echt gaande was. Ik moet zeggen, meestal voel ik het ook op voorhand en dat is hetgeen dat ik ook vorige week gevoelde. Maar ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig hoe dat er collectief meer, wat dat de reden van is. En daarom dacht ik van, ik ga eens een video opnemen zodanig dat jullie dat kunnen bekijken om de week te starten, dat je ook begrijpt wat er eigenlijk echt aan de hand is. Ik zie constant Ten of Cups, Ten of Pentacles, de Chariot. Dus het heeft te maken met afronding van oude cyclussen, het einde, succesvol, succes, het volgende level. Dus laten we eens kijken wat er aan de hand is. En gaan we dan dus twee rijtjes maken. Wacht even in het kazin. Oké. Daar gaat hij. Voilà. En deze. Zo. En dan hebben we een tweede rij. Oké, voordat ik deze zo mag laten liggen. Gaan we nog extra vier kaarten lopen. Oké. De Empress, again. De Magier. Four of Pentacles, omgekeerd. Universe. En deze ook nog. Gaan we zien wat we aan de onderkant hebben. De onderste is Judgment. Ik ga even kijken, want ik mis altijd van die. Ik ga het niet leren, precies. Ik ga het niet onthouden. Ja, het is toch Judgment, ik was eerst. En Judgment in dit deck heeft eigenlijk te maken met ontwaking. Maar wat zie je dus? Die ligt omgekeerd. Dat was gek. Voilà, Ten of Cups, ook omgekeerd. Ten of Cups heeft eigenlijk vervulling. Contentment, tevredenheid, geluk, maar op elk vlak in je leven. Dus elke beker staat voor iets in je leven, hè, relaties, werk, kinderen, vrienden, wat dan ook. En die ligt ondersteboven. Dus we zijn er nog niet. Waarom? Omdat we eigenlijk nog niet wakker zijn. Er zijn nog veel te veel mensen die vastzitten in het systeem en daarvoor, kijk, ze zijn nog niet op het pad van bewustwording gelopen. En dus hebben ze nog niet alles volledig op orde, maar vanuit dat hogere bewustzijn. Dus dat is hetgeen wat er gaande is. We zitten op het punt gekomen waarin dat we letterlijk gepusht worden om wakker te worden. En daarom moest deze kaart ook zo liggen. Hier de 9 en hier de 10 omgekeerd. Dus dat is het einde van de lasten van uitputting. We gaan dus eerst kijken naar de eerste rij. Dan zie je hier de Knight of Pentacles. Even zien wat deze. Wacht, aan de hand van de Romeinse cijfers kan ik zien wat die ondersteboven ligt. En dus deze ligt inderdaad ondersteboven. Dat is Temperance. En dat heeft te maken met de blending. De samenhang tussen mannelijke en vrouwelijke energieën. Eenheid brengen. Maar ligt ondersteboven. Dus er is nog geen eenheid. En dan hier heb je de Queen of Swords. Dus de koningin van zwaarden. En de koningin van bekers. Dus emoties. Mentale. Emoties en mentale zijn nog niet afgestemd op elkaar. Waarom? Omdat we nog veel te veel gefocust zijn op dat fysieke. Wat ervoor zorgt dat we wel al kleine stapjes vooruit zetten, dat is eigenlijk deze kaart hier eigenlijk. We zetten al kleine stapjes vooruit, maar soms lijkt het alsof dat we er 10 weer achteruit gaan. En de reden daarvoor is dat eigenlijk wanneer je wakker wordt, wanneer je in dat proces van wakker worden zit, dan kan je geen stappen overslaan, dan kan je geen shortcuts nemen, dan kan je het niet meer doen zoals dat gegaan, zoals dat je het altijd gedaan hebt. En dat is hetgeen waar we meer en meer ook allemaal in gepusht en in geduwd worden. En zeker naar mate van het einde van het jaar gaat dat nog veel duidelijker worden. Dan ga je nog veel groter de verschillen zien tussen degenen die al echt wakker zijn en die bezig zijn, die bewust hun leven vormgeven, maar die nog inderdaad onderhevig zijn aan die 3D-zaken. Maar ze laten zich daar niet meer door leiden. Ze laten zich leiden door de verbinding met hun ziel. Ze zijn ondertussen een ware magier geworden. En zijn in staat om eigenlijk een nieuw universum te gaan creëren. En dat is hetgeen wat we nu, als je voelt dat je
dat je niet goed voelt, dat je twijfelt, wat dan ook. Dat is eigenlijk hetgeen wat er nu gevraagd wordt. Om nog meer die samenhang, die samensmelting in jezelf te gaan creëren. Niet meer te focussen op wat er al zichtbaar is of wat er niet zichtbaar is. Maar dus blijven kleine stapjes nemen, stap voor stap. Je hoeft niet de hele weg te weten. En telkens te kijken van, oké, wat wordt er mij getoond vanuit de energie? Wat wordt er mij getoond dat ik mag gaan aankijken in mijn gedachten en in mijn emoties? En daaruit, dat gaat ervoor zorgen dat je eigenlijk een stukje kan wegstappen van deze kaart, van de Nine of Wands. Die verbonden is met passie, met vuur. Maar dus die hier voornamelijk te maken heeft met uitputting. En dat is hetgeen waarom dat die hier ligt, omdat die eigenlijk de brug vormt naar deze rij. Omdat we nog veel te vaak gefocust zijn op die 3D-wereld, op hetgeen wat we zien, voelen we ons uitgeput. We voelen ons teneergeslagen, teleurgesteld, omdat we eigenlijk nog gevechten aan het vechten zijn, maar die al lang voorbij zijn. De aarde is al in een heel hogere energie. Het is gewoon ons fysieke lichaam. Dus eigenlijk hier de fysieke realiteit. En hoe doen we dat? Door die emoties onder controle te krijgen en een meester van te worden van je emoties en van je gedachten. Die samen te laten blenden, zodat je vanuit je hart en vanuit je ziel je leven kan vormgeven. En hoe meer je dat gaat dan doen, hoe minder je het gevoel gaat krijgen dat je vastzit. Dat je nog gevechten aan het vechten zijn, hoe zeg je dat, obstakels aan het bevechten en die 3D probeert te controleren, maar alles gaat veel meer vanuit die Empress-energie. De Empress-energie die is meester over haar gedachten, die is meester over haar emoties, die is meester over haar energie en ook meester over haar vuur, over haar passie. Ze weet hoe dat ze dingen moet gaan creëren, ze weet hoe dat ze het nieuwe leven vanuit haar vrouwelijke energie en dan de samenwerking met die mannelijke energie, hoe dat ze overvloed aan haar leven kan gaan creëren. Combineert dat dan met de wijsheid van de magier, die het onzichtbare zichtbaar maakt. En dat gaat er ook voor zorgen dat je meer en meer ook die controle, dat je echt ware controle gaat krijgen over jouw fysieke wereld. Maar dat vraagt ervoor om te stoppen met koppig eigenlijk te willen vasthouden aan dingen die je altijd al gekend hebt en altijd gedaan hebt. Bewust worden en echt in die hogere energieën van daaruit je leven gaan vormgeven, vraagt om te stoppen met vast te houden aan dingen. Om volledig los te komen. Alles van jouw huis waar je woont, de relaties die je hebt, de manier waarop je relaties doet, het werk dat je hebt, het feit dat je aan het begin van de maand of einde van de maand gewoon inkomen komt en altijd inkomen krijgt. Al die dingen, zelfs de manier waarop je tanden poetst als het ware, die dingen moeten we allemaal bewust worden. En allemaal gaan aftoetsen aan de waarheid van eigenlijk ons eigen bewustzijn, onze eigen ziel. Dus ons eigen vuur. En de dingen die niet in afstemming zijn met het vuur van je ziel, die gaan volledig verbranden. En daarover ga je misschien rouwen en dat is oké, maar het gaat je uiteindelijk die nieuwe wereld brengen. Dat nieuwe bewustzijn. Jou de mogelijkheid en de kracht geven. Om echt alles wat je bedenkt te kunnen manifesteren. En sommige dingen gaan super snel manifesteren. En andere dingen gaan iets meer tijd vragen. Omdat het meer vraagt van jou om nog meer in die meesterenergie te stappen. Hoe meer je dat gaat gaan doen, hoe hoger je energie wordt. En hoe meer je erop vertrouwt en de stappen zet die jou gevraagd worden om te doen. Hoe meer dat je jouw leven gaat kunnen gaan vormen vanuit die oneindige kosmos. Wat dan er ook voor zou zorgen dat je eigenlijk. Want de Ten of, nee, dat is de Ten of Sorting, zeg maar, dat is eigenlijk de Ten of Wands. Waar je niet meer gaat uitgeblust voelen. Want dat is wanneer dat zo ligt. Ben je uitgeblust, ben je overgecommitteerd aan de verkeerde dingen, heb je heel veel stress, heb je veel te veel dingen op je schouders genomen en kan je eigenlijk, ben je helemaal uitgeput. Dat is net zoals je al die zwaarden of al die stokken hier ziet. Jouw vuur is letterlijk uitgeblust. En dat ga je niet meer hebben. Wanneer je hier zit, ga je dat niet meer hebben. Want de dingen die je gaat doen, één, en vooral ga je alleen maar nog de dingen doen die jou vreugde geven. En twee, die dingen gaan jou dan eigenlijk weer die vervulling brengen. En gaan eigenlijk jouw ziel gaan voeden. Wat extra advies kunnen we geven aan mensen die nu doorheen deze fase gaan en dit voelen? Als je echt super slecht voelt en echt niet goed meer weet hoe of waaraf of waaraan of wat je moet doen, alsjeblieft contacteer mij dan en worstel niet alleen verder. Laat je helpen. Kijk, inderdaad, je zit met je ene been in je oude leven en je ene been in je nieuwe leven. En je staat gewoon heel wankel, want je staat nog niet stevig en stabiel in dat nieuwe bewustzijn. Dus
Kijk, call of the muse. En de muse in dit geval is jouw ziel. Wat is hetgeen dat jou de vuur laat ontvlammen? Wat is hetgeen dat je wil achterna gaan? Wat is hetgeen waar je elke dag wil voor opstaan? En gaat dat dan? Maak de keuzes die voor jezelf en kies niet voor een ander. Zeker blijf ook niet in de relatie om een ander te redden. Dat heeft geen zin. Dat is zelfs de bedoeling niet van relaties. Weet je, bij sommige relaties is het gewoon de les dat ze moeten leren, is gewoon elkaar loslaten in liefde. En dat is de les dat ze moeten leren. Niet dat de relatie blijft werken en blijft bestaan. Nee. Dus zet jezelf niet vast door overtuigingen dat je overal naar het veranderen, maar van dat je ziel voelt en je toont dat dat niet hetgeen is wat je nodig hebt. En wat zien we dan hier ook nog? Aardsengel, zatkeel met romance. Dus hier ook weer die blending. Mannelijke, vrouwelijke energie, hart en hoofd die samen gaat gaan werken. En daarvoor kan je laat me luisteren wat ze zeggen, de geel-oranje-gouden vlam gaan gebruiken. En aardsengel, zatkeel. En ook retreat. Ga naar binnen. Luister. Luister naar de boodschappen die je ziel geeft. En dat gaat jou de weg vooruit geven. Als je ergens bij een website terechtkomt, zoals bijvoorbeeld mijn video's, gaan luisteren. Als je ertoe aangetrokken wordt, dan is dat omdat er een betekenis, een boodschap voor jou in zit die jou weer verder gaat gaan helpen. Dus volg die kleine signalen dat het universum voortdurend en jouw team voortdurend voor jou neerleggen. En het is niet erg als je het niet doorhebt of niet ziet, maar ze blijven signalen tonen totdat je het uiteindelijk zoiets hebt van: aha, ik snap het, ik begreep het. En dus daarvoor kan je aardsengel Raziel ook aanroepen. Als je voelt dat je meer rust nodig hebt, roep aardsengel Raziel aan. En vraagt om jou te begeleiden en om jou te helpen, om je pad te effenen, om alles wat daar niet meer langer voor jou is, om die energie in te transformeren voor jouw hoogste goed. En eindig altijd alles met dankjewel. Want dankjewel, dankbaarheid, die energie, is op één na hoogste energie, dus onder onvoorwaardelijke liefde. En dat zorgt ervoor dat eigenlijk hetgeen wat je gevraagd hebt, onmiddellijk opheft in energie in die hoogst mogelijke liefde. En we gaan nog de reading. Ik wil ze ook niet te lang maken. Afsluiten met mijn kaarten terug naar liefde en eenheid. Als je dat leuk zou vinden om een kaartendek te winnen, dan vind ik het wel leuk dat je dat laat weten in de comments. Want dan zou ik anders kijken om nog eens een giveaway te doen. Oké, ik hoor deze is genoeg. Dat is een goddelijke vlam. De boodschappen van de universele vlam. Oké, deze. Wat hebben we? Je krachten komen van binnenuit en alles kan anders. Wat kies jij? En dat is het, hè? Het is een keuze. Het is echt een keuze. En we hebben dan verder. Kijk niet naar tijdelijke omstandigheden voor lange termijn keuzes. Liefde is de sleutel tot je succes. Ontgrendel je hart om te ontvangen. En het verleden zegt niets over wie dat je bent. Het maakt je enkel sterker. En dat klopt ook. Het zijn lessen dat je ziel wou leren. Het zijn lessen die ervoor zorgen dat je ziel zichzelf kan uitbreiden. Zo, dat was voor deze video. Ik kom morgen terug met een nieuwe video. Maar ik voelde dat dit vandaag prioriteit had. Omdat er mensen zijn die zeker hier boodschappen uit nodig hebben. Ik wens je vast een fantastische week. En onthoud deze week je energie extra beschermen, want dit is ook gaande in het collectief. En dus als jij al wat verder bent en al wat gevoeliger bent, dan ga je het zeker ook voelen. Dus als je niet zeker bent of dat dingen van jou zijn, vraag altijd aan jouw team om de energie en de emoties en de gedachten niet van jou te zijn, onmiddellijk te transformeren. Blijven die hangen, blijven die na een aantal uren gewoon hangen, dan weet je dat die van jou zijn en dat kan je dan dieper op ingaan en gaan op inzoomen om te gaan kijken wat ze die emoties en willen zeggen, welke gedachten dat erachter schuilen. Nu, als je dat wenst en als je wil leren hoe dat je leven eigenlijk kan gaan transformeren, dan nodig ik je uit om in het traject zelfrealisatie samen met mij aan de slag te gaan. Dat is eigenlijk een groepstraject. De groepsessies daarvoor starten in oktober, maar je kan er nu al op het gemakje mee aan de slag gaan, want die content staat allemaal online. Er zijn ook heel veel transmissies en dus healingen en initiaties daarin plaatsvinden, die jou eigenlijk een stuk versneld doorheen de bewustwording laten gaan. Dus dat kan je doen gewoon op jezelf als online traject, maar je kan het ook doen in combinatie met individuele sessies. Dus het is aan ieder vrij om te kiezen op welke manier en wat dat hij of zij nu nodig heeft.
Plus, voor alles wat ik aanbied, gaande van de videoserie van 33 euro tot het business traject van 11.000 euro, zijn er termijnbetalingen. Dus ik probeer op die manier zoveel mogelijk mensen tegemoet te komen, omdat ik weet dat het niet eenvoudig is om te werken aan jezelf als je financieel niet altijd de middelen daarvoor hebt. Maar ook daar weet dat daar ook een hele belangrijke les in zit. Want financiële middelen die je hebt, zijn verbonden aan zelfwaarde. Nu, als je daar meer wil over weten, zou ik zeggen, stuur mij een berichtje. Dan plannen we een korte afstemsessie waarin dat ik jou al wat meer kan vertellen over alles. En waar jij een stukje over jouw verhalen kan vertellen, zodat je onmiddellijk op weg gezet wordt. Zo, dat was het voor nu. Ik zie jou heel graag terug in een nieuwe video. Ik ga aan de slag met mijn sessies met mijn klanten vandaag. En tot morgen. Dag!